What's up, dames en heren? Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe meestervoorspelling. En vandaag staat daar de klassieker op het programma. Feyenoord tegen Ajax. En we duiken meteen in de opstelling. Want ik denk dat we daar nog wel een kleine verrassing gaan zien. Zo verwacht ik dat Mazraoui aan de aftrap zal staan. Timber naast hem, Martinez. Tagliafico mag niet spelen als ik me niet vergis. Dus daar gaat Rens voor in de plaats. Tagliafico is volgens mij zelfs al met vakantie. Alvarez, Gravenberg, Klaassen, Neres in plaats van Anthony. Tadic en Aller. En waarom dan Neres in plaats van Anthony? Dat heeft er simpelweg gewoon mee te maken. Er moeten deze zomer spelers vertrekken. Er moet geld in het laadje komen bij Ajax. En het ding daarbij is, er staan twee mensen. Ik wil het skippen. Skip. Ah, hier. Ik heb hem. Er staan twee mensen op de nominatie om te vertrekken deze zomer. Althans, die zijn enigszins ingecalculeerd. Kan misschien nog gek lopen met Onana, maar dat is niet waar ik het over had. Ik had voornamelijk over Nico Tagliafico. Die zou deze zomer willen vertrekken. Eventueel ook moeten vertrekken, omdat er dus geld in het laadje moet komen bij Ajax. Leeds United zou geïnteresseerd zijn. Internationale zou geïnteresseerd zijn. En het is maar afwachten of het ook doorgaat. Overmars liet eerder al weten dat ook natuurlijk kopende partijen in de transfermarkt deze zomer last hebben ondervonden van de coronaperiode en daardoor minder te besteden hebben. Tagliafico heeft daarbij al aangegeven van ja, ik sta open voor een vertrek bij Ajax. Maar niet ten koste van alles. Het plaatje moet kloppen. En dan ben ik best bereid om te vertrekken uit Amsterdam. En anders blijf ik gewoon. En dat is ook een optie die Overmars zeker ziet zitten. Maar dat heeft weer met een hele andere transfer te maken. Owen Wijndal. Die staat in de belangstelling van Ajax. Owen Wijndal, natuurlijk een jonge gozer. Die het erg goed doet bij AZ. Linksback. Ook al een beetje mocht snuffelen aan het grote werk. En hier grijpt Stekelenburg in. Berghuis werd weggestuurd. Maar die jongen speelt bij AZ. En we weten allemaal, AZ wil geen spelers aan Ajax verkopen. Daar zijn ze heel duidelijk in. Daar laten ze geen woord over misverstaan. Dus moet Ajax kijken naar creatieve oplossingen. En een oplossing daarbij zou zijn om nog een jaar te wachten. Het contract van Wijndal loopt nog 2 jaar door. En als Ajax dus nog Tagliafico een jaar kan behouden. Oh nee, die timing was echt krom. Dan heeft Wijndal volgend jaar nog maar een contract voor een jaar. En dan, heel eerlijk gezegd, dan heeft AZ niet zo heel veel keus. Als die jongen natuurlijk naar Ajax wil. Hè. Hij werd het gevraagd bij ESPN door Marciano Fink. En een kleine glimlach op zijn gezicht verraadde dat hij wel op de hoogte was van de interesse. Maar niet over na heeft gedacht, want hey, ik speel voor AZ. Ik wil me nu focussen op AZ. Wat natuurlijk een begrijpelijke reactie is. Nou, we zijn niet heel goed bezig. Het is alsof we nog een beetje in de kampioen-vibe zitten. De grote vraag daarbij is natuurlijk, zouden we een erehaag moeten krijgen? Dat is een beetje de talk of the town, geloof ik, de afgelopen week. Met de vraag, moet Feyenoord een erehaag vormen? Voor de kampioen, voor Ajax. En de meningen zijn daar nogal over verdeeld. De meningen vanuit Amsterdam die zijn begrijpelijk, denk ik. Dat was wel te verwachten. Die vinden eigenlijk van wel. Dat Feyenoord dat wel moet doen. Feyenoord ziet dat heel anders. En het... Ah, nee! Ah, als hij hem daar gewoon goed aanneemt, hè. Loop je zo op de keeper af. En terug naar Stekelenburg. En we mogen weer opnieuw opbouwen. Edson Alvarez. Oh, dat was echt een goede bal op Klaassen, maar er wordt zo langzaam gelopen. Ik wil hem nu wel geven op Klaassen, maar het moment is al lang voorbij. Nee. Good defending to stop a decent looking attack. Come up. That's a lovely ball.
Zie maar ook echt weer dat hij hier erin vliegt tegen Stekelenburg in de korte hoek. Zoals we wel vaker hebben gezien. Maar Feyenoord die wilde geen Eerhaag vormen. Die zei, dat is helemaal geen Nederlands gebruik. Gaan we ook... Oh, wat een redding van Rens. Dat is helemaal geen Nederlands gebruik. Gaan we ons niet aan houden, gaan we niet aan doen. We hebben een bosje bloemen gestuurd. Ik vraag me af, we moeten club als Ajax nog met een bosje bloemen? Dat vind ik wel grappig. Komt van zo oudsher natuurlijk. Dat deed je gewoon vroeger als club. Ik ben heel benieuwd, komt er een bosje bloemen binnen van Feyenoord? Ja, wat doe je ermee? En of het nou van een andere club is ook hoor. Ik vond dat zo grappig. Past helemaal niet bij het moderne voetbal, vind ik. Maar die zullen het dus niet gaan doen. Ah, ik had het wel gedaan. Maar ja, dat is makkelijk zeggen wanneer je de kampioen bent en niet degene die een Eerhaag moet vormen. Dus, ah, nee. Oh, je ziet die bal al vallen en dat weet je al genoeg. Weet je al genoeg? Zei, oh nee, kijk, hij kwam hier gewoon doorheen. Ja, knap, maar ja, balen. Nou, dan moeten we aanvallend gaan spelen. Kijken of dat voor verlichting zal gaan zorgen. We hebben echt nog geen één kans gecreëerd. Die bal met Klaassen net was een prima bal, maar ja, door de miserabele aanname kwam er uiteindelijk geen kans uit voor. Kijk dan, waar moet je die bal nog kwijt dan? Wees nou sterk aan de bal. Die vent is 3 meter. 120 kilo. Effective pressure to regain possession. Verliest hij de bal van Jan-Hari van der Heijden? Of wie dat ook was. Ah, wat doe je? Using all his defensive acumen to cut it out. Can they hit ik mikte letterlijk de andere kant op. Echt de compleet andere kant op ook. Nou, kom op. Win die bal nou eens, joh. Zo moeilijk om... de bal te winnen. Kom op. Oh god, wauw. Wauw. Dit was echt bijzonder slecht, hè. Oh. De frustratie begint al op te borrelen. Nou, kom. Neres, lopen. Dan maar naar Mazraoui. Als niemand het anders doet. En ook weer een dramatische aanname. Het wil niet lukken. En nu is Mazraoui natuurlijk weg. Hier in de achtervolging. Onrealistisch spel. Onrealistisch spel. Ja, we krijgen niet eens een kans, joh. Worden helemaal kapot gespeeld door Feyenoord. Nou, kapot spelen valt wel mee, maar ze zijn wel dodelijk effectief voor de goal. Creëren in ieder geval kansen. Wij niet. Dit was echt... Wauw. Die hele eerste helft was een nachtmerrie. Doe me een beetje denken aan die partij tegen AZ die we een aantal weken geleden hebben gespeeld. Die verloren we 3-2. Je kan hier wel een loopactie gaan maken met Sebastian Haller, maar er is niemand. Ik speel aanvallend. Er is niemand in de 16. Ja, losing a game is bad enough, but he's not helping his team out at all. Lack of movement, lack of imagination, too easily marshaled by the defense. He's not worth the keeper at all. Haller. Timed daar de kopbal compleet mis. Leven is zwaar, jongens. Het leven is zwaar als een meester voorspeller. En wauw, wat doe ik hier? Zo lomp ingestapt.
een meekoffie nodig. Ah, dit is echt een verschrikkelijke wedstrijd. Echt een verschrikkelijke wedstrijd. Ik hoop niet dat het vanmiddag zou het zijn, maar... Ach jongens, dit afbraakvoetbal ook. Wachten totdat je er bent, dan een tikje terug. Wachten totdat je er bent, dan weer weg verder. Godsam. Ik ben echt zo verschrikkelijk slecht vandaag. Ah, yeah! En ik word gedold door Lindsay hier, oh. Ach. Trap hem nou eens neer, joh. Really vital interception here. Nou, kunnen we eindelijk een aanval opzetten of... David Neres. Might be a chance here. Oh, wat verschrikkelijk slecht. Ongelooflijk. The hosts really haven't had too much of the ball, but to their credit, they've been absolutely blistering on the counter attack. They just sit back. Nou, de witte zakdoekjes mogen in de comments wel voor tevoorschijn gehaald worden. Well, options at the back post here. Smuggled away. Ja, het is zo traag allemaal. Het staat alweer vol. Kijk, en hier, je kan niks meer. Echt helemaal niks meer. En dit is zo'n lompe bal. Crossing possibilities. The goalkeeper out of position and the chance from close range. Well, when you get a what done? You have to take it. What a miss. Oh my god! Wat is dit? Fucking Twilight Zone bullshit. Oi 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 oi. Wat een verschrikking. Kuktu. Kuktu? We're now inside the final 20 minutes of the game. Might be able to set up the chance. Opportunity for them to get back into the game. And there it is. Gas geven. Left in this game. And they have the momentum now. Gas geven, kom op. What a lovely controlled finish. Bobby Charlton used to say, pass the ball into the net. He certainly did that. Well, as they kick off again, 2-1 the current state of affairs. Ja, doe dat jongen, die bal afpakken, zo tedious werk. Senesi. Nou ja, dit had natuurlijk al lang de 2-2 moeten zijn, die kopbal voor open goal van... wat is dit vervelend zeg. En dan mag je nog vrij schieten op goal ook. Hou op. Hou op met me. FIFA. Get your stuff together. Coach, get your stuff together. Oei, 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 oei. Je snijdt ervoor langs in overtreding. Oké. Okay. Just 10 minutes to go. Oh, Gravenberg, je loopt! And given away. They're really pressing their opponent. Ah! Come on! Oh, scheidsie, man. Och. Dat je hierin trapt. Sebastian Allaire. Trailing as they are, they're not likely to get too many opportunities late in this game. Hoe gaat ook die simpele bal op Klaassen nou weer mis, joh? Echt, veeg me op. Dit is echt verschrikkelijk. Nou, niemand in de buurt, zoals je wel verwacht inmiddels. Dit wordt echt een potje vol gezeur, hoor. Kerel, de
kan er niks. Happy to take on the shot. It wasn't far away from the target, Lee. No, it was decent. Really, really decent chance for the lad. They'll keep pushing away to try and get that equaliser. Fair. We zitten al in de blessuretijd. Ah, kom op! Here's Berghuis. Wat een slappe bal! Getting the ball forward. Laat maar! Ah! Can he finish them off? He got in the way of that cross. Verschrikkelijk. Firing is in. Oh, that is a superb save. Zit erop. Zit er nog steeds niet op. Well, having been awarded the corner, they'll no doubt look to put the issue beyond all doubt. Just couldn't get it through. Can't miss, surely. And that will be all for this game. Defeat for the visitors. That's the story here, Lee. Well, it was close, wasn't it? But that famed defense. Bloed zweet me vooral heel veel tranen, man. They normally keep a clean sheet, so letting in two goals. Oh, jongens. Back day at the office, Derek. Wat een verschrikkelijke pot was dit, zeg. Ik hoop niet dat het vanmiddag weer zo voor je gaat zijn. Natuurlijk, we spelen niet meer voor het kampioenschap. Maar tegen Feyenoord wil je altijd winnen. Niet gelukt. Feyenoord was hier absoluut de betere ploeg. Creëerde meer kansen. Was gewoon beter. En het zat niet mee. Feyenoord. Ajax. 2-1. En Feyenoord heeft de punten hard nodig voor de Conference League. Om daar een deel te mogen nemen. Helaas, jongens. We waren simpelweg niet goed genoeg. Er was er nog heel even nieuws over Brian Brobby. Dat wilde ik ook nog heel even bespreken. Daar kwam ik niet aan toe, omdat ik me echt blind focuste op deze game. Dat zag je ook wel aan het spel af. Maar Brian Brobby, hij schijnt toch open te staan voor een lange verblijf bij Ajax. Vraag je maar, hoe kan dat nou? Hij heeft getekend bij Red Bull Leipzig. Dat klopt, maar daar is de technisch directeur vertrokken. Daar is de trainer vertrokken. De mensen die zich hard hebben gemaakt voor Brian Brobby. Het grappige daarbij is dat hij dan wel weer weg zou lopen bij een uitdaging. Zoals hij dat bij Ajax ook doet in principe in de strijd met Haller. Staat daarbij open voor een terugje bij Ajax. Ajax zou daarbij een transfersom moeten gaan lappen. En Erik ten Hag heeft al aangegeven dat Ajax daar wat hem betreft open voor zou moeten staan. Mochten ze Brian Brobby voor een redelijk bedrag terug kunnen kopen. Want ze zoeken een spits. Danilo en Traoré die mogen allebei vertrekken. En dus hebben ze een spits nodig. Ja, en of je dan een spits van buitenaf aantrekt voor aardig wat miljoenen. Of een speler die eigenlijk had moeten blijven natuurlijk. Maar dat je daar ook diezelfde miljoenen voor neerlegt. Als je denkt dat je hem daarmee in de toekomst voor een grote bedrag kan verkopen. Dan moet je dat misschien ook doen. Kind van de club. Ik zou het mooi vinden. Het zou een beetje pijnlijk zijn voor Ajax natuurlijk. Maar ik zou het mooi vinden als hij bij Ajax blijft. We gaan het zien. Voor nu jongens, dit was de meeste voorspelling. 2-1 voor Feyenoord. Ajax niet goed genoeg. Feyenoord weer helemaal terug in de race voor die vierde plaats. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.